Zo te zien wordt er iemand achtervolgd. Hebbes! Waarom zaten jullie achter kleine Jerry aan? Oh, jullie hebben het overgenomen van de autopatrouille, omdat het vaderdag is. Dat is heel lief. Kleine Jerry, je moet op je snelheid letten. Hey, langzaam rijden. Tyler zegt dat er een brand is bij het ziekenhuis. Jullie kunnen beter even gaan kijken. Amber, wat is het spoedgeval? Is er geen spoedgeval? Maar Tyler zei... Kleintjes, ik denk dat Tyler een grap heeft uitgehaald. Inderdaad, hier kan hij niet mee wegkomen. Het is niet leuk als je de politie voor de gek houdt. Wat gaan jullie eraan doen? Goed idee. Je kunt precies zien waar hij is geweest. Oké, jongens, volg kleine Hector. Daar is hij, kleintjes. Laat hem niet ontsnappen. Hebbes. Arresteer hem, jongens. Wil je niet met ze mee? Maar ze zijn de autopatrouille. Je moet wel. Vandaag zijn ze het wel. Voor één dag tenminste. Jongens, doe iets. Goed gedaan, jongens. Tyler, je moet geen grappen uithalen met de politie. Blijf nu daar staan en overdenk wat je hebt gedaan. Oh, daar komen de vaders. Ze zijn trots op jullie kleintjes. Ze hebben alles gezien. Het beste vaderdagcadeau aller tijden.
Hé, hey, kleine Frank. Heb je van hem alle danspasjes geleerd? Vaderdansen. Een perfecte afsluiting van Vaderdag. Nou, rustig aan, kleintjes. Autopatrouille. Goedemorgen, Matt. Hoe gaat het vandaag? Ben je jarig vandaag? Ga je op patrouille? Misschien moet je eerst je licht repareren. Hij is al een tijdje kapot, of niet? Frank heeft misschien een reservelamp over. We zijn bij het brandweerstation. Oh, kijk. Daar is Frank. Oh jee. Frank kan je geen lamp geven omdat hij hem verloren is. En de reservelamp is gebroken. Wat toevallig. Misschien heeft Amber de ambulance een reservelamp. Misschien mag je haar licht lenen. Dat is aardig. Frank wil wel met je meegaan. Perfect. Daar is Amber. En ze heeft een lamp. En daar komen Matt en Frank. Maar waarom kijkt Frank zo bezorgd? Matt's licht is kapot en hij heeft een nieuwe nodig. Misschien omdat hij jarig is, zou hij jouw licht mogen lenen, Amber. Wauw, Amber heeft haast. Ik denk dat ze haar licht zelf nodig heeft voor een spoedgeval. Laten we bij Tom langsgaan. Hij heeft zeker weten nog een reservelicht liggen in zijn garage. Frank heeft gelijk. Jullie moeten je opsplitsen, zodat jullie allebei kunnen zoeken. Dan zien jullie elkaar weer bij het politiebureau. Hoi Tom, Matt heeft een nieuwe lamp nodig. Heb je één? Wat? Heb je geen reservelampen meer? Dat is raar. Hij heeft ook haast. Net als iedereen in Autostad vandaag. Oh, arme Matt. Kom op, er is nog tijd voordat je Frank weer ziet. Laten we verder kijken in Autostad. Misschien heeft iemand anders een reservelamp. Kijk, Matt. Volgens de klok is het bijna middag. Je kunt beter teruggaan naar het politiebureau voor Frank. Misschien heeft hij iets gevonden. Dat is raar. Frank is er niet. Waar is iedereen toch vandaag? Oh, het is een verrassingsfeestje. Daarom had iedereen zeker zo'n haast. En kijk al die lampen. De jarige Job heeft als enige geen lamp. Wacht even. Volgens mij hebben je vrienden een cadeautje voor je, Matt. En wat zou het zijn? Het is een nieuwe lamp. Fijne verjaardag, Matt.
Hoi Jeremy, jij bent nog laat buiten. Ben je net klaar met werken? Wat was dat? Wat was dat, Jeremy? Het lijkt wel op een soort beest. En hij wil met je praten. Laten we autopatrouille bellen. Jongens, we weten dat het laat is en dat jullie weer naar huis willen, maar we zitten met een heel groot probleem. Jeremy was net onderweg naar huis van werk toen een eng beest met rare ogen en een schedelgezicht uit een steeg tevoorschijn kwam. Kunnen jullie helpen? Perfect. Haast je. De autopatrouille is er, Jeremy. Ze zullen het mysterie tot op de bodem uitzoeken. Oké, laat de autopatrouille de locatie maar zien waar je het beest voor het laatst zag. Weet je zeker dat dit de plek was, Jeremy? Het lijkt alsof hier niets is. Misschien is hij weg. Waarom vertel je niet aan Matt wat je zag? Lichtgevende ogen, een schedelgezicht, een rare hoed. Waar ben je, Bob? Hector kan zoeken vanuit de lucht en licht naar beneden stralen om te kijken of hij iemand in de steeg ziet. Het schedelgezichtbeest is weg, Jeremy. Heb je iets gevonden, Matt? Is dat verf? Wat heb je gevonden, Frank? Hebben jullie het mysterie opgelost? Oh nee, daar is het geluid weer. Er komt iets aan. Nu zijn er drie van hen. Getsie. Waarom moet je lachen, Matt? Ben je niet bang? Er is niets om bang voor te zijn. Het zijn Tom, kleine Tom en kleine Amber. Ze zijn verkleed voor de Dia de los Muertos. De dag van de doden. Je kon Tom niet verstaan, Jeremy, want hij had neptanden voor zijn mond. Mysterie is opgelost allemaal. Bedankt voor jullie hulp, autopatrouille. Het spijt Tom dat je zo schrok, Jeremy. Tot ziens allemaal. Tot de volgende keer. Hey Billy, hoe gaat het?
Ben je verdwaald, Billy? Geen zorgen. Blijf hier. Ik ga iemand halen om je te redden. Matt? Hey, Matt. Billy de bulldozer is verdwaald. We moeten hem vinden. Ik denk dat we hulp nodig hebben. Laten we Frank de brandweerauto om hulp vragen. Hey Frank! Billy is verdwaald. Wil jij helpen om Billy te vinden? Waar gaan we beginnen? Inderdaad, Matt. Billy is bij Amber de ambulance op bezoek geweest. Misschien weet zij waar hij nu is. Hey, Amber. Ik hoorde dat Billy vanmorgen op bezoek is geweest. Weet jij waar hij nu is? Aha, hij ging naar de boerderij. Bedankt, Amber. Op naar de boerderij. Matt? Frank? Daar is Ben, de tractor. Hey Ben, heb jij Billy vandaag gezien? Ging hij naar het bos? Oké, jongens, naar het bos. Laten wij niet ook verdwalen. Billy, waar ben je? We zouden eigenlijk vanuit de lucht moeten kunnen zien waar hij nu is. Wat is dat? Het is een camera. Goed idee. Laten we kijken of we Billy nu kunnen vinden. Kijk, daar is hij. Daar, iets verderop. Billy, Matt en Frank hebben je gevonden. Je bent gered. Goed gedaan, jongens. Jullie hebben Billy gered. Nu weer veilig naar huis. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Autopatrouille. Wauw. Matt en Frank hebben haast vandaag. Hoi, jongens. Wat is er aan de hand? Gaat het goed? Is er brand bij Ben's boerderij? Oh nee. Ga er maar snel heen. Hoi Ben, Matt en Frank zeggen dat het brand is.
Kan jij hun laten zien waar de brand is, zodat ze het kunnen blussen? Heb je de brand gezien, Frank? Oh, het lijkt erop dat het vuur zich naar Bens boerderij verspreidt en alle mais verbrandt en vernietigt. Denk je dat je genoeg water in je tank hebt zitten, Frank? Matt? Misschien moet je teruggaan naar Autostad om te kijken of iemand kan helpen met blussen. Kijk, Matt. Daar zijn Penny het vliegtuig en Hector de helikopter. Zij lijken niet heel druk. Misschien kunnen zij hun waterstralen vullen en Frank helpen met blussen. Bedankt Penny, bedankt Hector. We zien jullie zo bij het bos, zodra jullie je tanks hebben gevuld. Goed idee, Matt. Laten we kijken in Autostad of er nog meer auto's zijn die zouden kunnen helpen. Daar is Edgar de graafmachine. Je zou hem om hulp kunnen vragen. Hij zou een sloot kunnen graven bij de rand van het bos, zodat de brand niet verder gaat en Bens veld niet afbrandt. Edgar, er woedt een groot vuur. Kan jij helpen om een sloot te graven? Laten we gaan. Oh jee, zo te zien heeft Frank geen water meer. Zoals we al dachten. Geen zorgen, Frank. Hulp is onderweg. Kijk, daar zijn Matt en Edgar de graafmachine. Matt heeft Edgar meegenomen zodat hij een sloot kan graven bij de rand van het bos, zodat het vuur niet verder komt. Bedankt, Edgar. Je bent de beste. Alles wat we nodig hebben voordat Penny en Hector hier zijn om alles vanaf boven te blussen met hun waterstralen. Perfect. Ze zijn er. Gelukkig. De brand is geblust. Goed gedaan allemaal. Goed nieuws allemaal. Penny en Hector zijn net klaar met blussen van de brand. Edgar, je hebt Bens velden heel goed beschermd. Over Ben gesproken, daar is hij. Ben wil iedereen bedanken door nieuwe bomen in het bos te planten. Wat lief. Edgar wil helpen met het omspitten van de grond. Nou, vandaag hebben jullie laten zien dat jullie heel goed samen kunnen werken als er iets moet gebeuren. Goed gedaan allemaal. Jullie zijn de beste.
Hmm?